Dries Roelfink heeft zijn vreugde geuit over de rust die zijn zoon, Donnie, heeft gevonden in de islam. De 65-jarige zanger deelde zijn gevoelens hierover in een beknopte verklaring aan Shownieuws op vrijdag. Hij reageerde op het recente nieuws van Donnie's bekering tot de islam. In zijn verklaring benadrukte Dries het belang van het geluk van zijn kinderen. Hij gaf aan dat zijn kinderen hun eigen pad moeten volgen naar geluk. Hoewel Dries zelf geen geloof beleidt, erkent hij de rust die het geloof Donnie lijkt te brengen. Hij deelde ook zijn persoonlijke angst voor de dood, waardoor zijn begrip voor Donny's zoektocht naar rust en zingeving nog dieper lijkt. Donny had vorige week zijn vader op de hoogte gebracht van zijn besluit om zich tot de islam te bekeren. Het nieuws verspreidde zich snel, met onder andere rapper Josilvio Silvio die een video deelde waarin Donny de islamitische geloofsbeleidenis Shahada uitsprak. Dit moment van openbare bekering markeerde een belangrijke stap in Donny's spirituele reis. Het is geen verrassing dat Donny's interesse in de islam was gewekt Vooral gezien zijn eerdere opmerkingen over zijn nieuwsgierigheid naar het geloof, net als zijn broer Dave. Het tragische ongeluk waarbij Donnie drie jaar geleden werd aangereden door een hummer, heeft zijn zoektocht naar spirituele betekenis en verbondenheid met iets hogers versterkt. Ondanks de publieke bekendmaking van zijn bekering, heeft Donnie ervoor gekozen voorlopig geen verdere verklaringen af te leggen over zijn besluit. Deze terughoudendheid geeft aan dat hij de tijd neemt om zijn persoonlijke reis van geloof en spiritualiteit te verkennen en te begrijpen, zonder zich te laten beïnvloeden door externe druk of verwachtingen. De reacties op Donnie's bekering variëren van steunbetuigingen tot nieuwsgierigheid en misschien zelfs enige verrassing. Het is een persoonlijke reis die de complexiteit van geloof, identiteit en familiebanden weerspiegelt en die een diepgaand gesprek en reflectie in de samenleving kan uitlokken.